Ewa, noem me Obelix. Paratorix. Of niks, Bredes. We zijn in het land van de Galliërs. De Galliërs. De Belgen dan nog. De dapperste van de Galliërs, Azebi. Welkom, welkom, welkom in deze kasseienrij. De boulevard. Met mooie lampadairs. Je voelt je in middeleeuwse botanische tuinen hier. Le Parc de Saint-Groc. Het park van de Vijf Rotsen. Dat verwacht je hier niet snel in Picardie, La Famille. Ik ga niet meer rond de pot rijden, we zijn in Doornik, er zijn hier maar 3 auto's, het park is vrijwel onbekend. Een likje verf was ook te veel gevraagd aan deze lampionnen, maar... Het heeft wel iets, broer. En de Vijf Rotsen, gaan we ze allemaal vinden? Je hebt hier vooral sparrenbomen. En als je het mij vraagt... Ja, ik ga niet spoilen, bro. Geniet zelf, kijk zelf. Het gras staat wild, het gras staat hoog. Hagadabaga, hou je handen hoog. Hagadabaga, zoek de regenboog. Wauw, maar door het reliëfverschil is het hier wel echt een dingetje. Een dingetje. Klokslag mei. Want de vogels zijn aan het broeden, broer. Kijk daar. De kiosk al. Maar laten we beginnen bij het begin. Kijk, ze halen het aan. Teken. Teken gevaar, dat is goed en... Dat is ook het eerste dat ik aan dacht met het hoge gras. Kinderen zullen niet zo denken. Kinderen zullen denken van ik wil rollenbollen van deze berg naar beneden. Kaasbollen. En een goede stretching is essentieel, la famille. Ook terwijl je loopt. Ook terwijl je loopt. Ik denk nu ondertussen dat dit park groter is dan ik had durven vermoeden, man. De Parc de Saint-Groc. Ik ben niet verder geweest dan de kiosk daar. Het was ook... hoe zeg je dat? Het was ook een doorreis. Het was niet echt dat het park als eindpunt stond. Het moet al een zwakke roadtrip zijn geweest. Maar we nemen het mee. En misschien kan jij hier echt je ei kwijt. De heide. Sparrenbomen. Ga je kerstboom al reserveren voor volgende winter, broer. Daar kijk, die chihuahua verliest zich nog in het hoge gras. Net zoals deze banken. Een niet overvolle vuilbak. Zegt veel over de... De wandelambities van de menigste walen. We gaan niet verder. Ik weet het niet, man. Je moet je voorstellen, we zijn hier niet in de Ardennen. In de Ardennen zou dit Kamen zijn. In de Kempen zou dit Kamen zijn. Maar we zijn in Doornik. De grijze stad. Textiel, industrie, armoede. En alles is geen wouden, geen bossen. De grens met Frankrijk. Dan moet je sowieso daar al overgaan. De mijnen, de mijnbergen, de terrils. Maar hier is het gewoon een heuvelland, broer. Een bossig gedeelte. Vossig, mijn man. En de kiosk. We zijn blessed. We hebben een dak boven ons hoofd vooral. Maar ik vind het redelijk leem. Het is hoog, dus je kan het zien van verre referentiepunt. Maar dan de bankjes. Zijn leuk. Ze zijn er leuk aan toegevoegd, maar het is zo kaal, zo sober. Het is niet winddicht. Zelfs als het hard regent, dan ben ik zeker dat je nog nat bent. Wesh. Ah ja, ah ja, ja, ja. Dat is het systeem. Le Saint-Groc. Dus ik dacht, de rock is een rots toch? Is toch geen kiosk? Maar je hebt er 1, 2, 3. And all the above, we got the fifth one, bro. And feeling again in Scandinavia, nee. Wesh. Ja, dat was ik echt vergeten, broer. Dit was ik echt vergeten. Sal. Ik hou van symmetrie. Zien jullie? Symmetrisch. Zou dit een betekenis hebben? Because we never know, bro. We never gonna know, bro. Sheesh, man. Symmetrie in Tournaise. Tournai, Doornik betekent draaien. Dus niet veel dingen zijn recht hier. Niet veel dingen zijn logisch. Alles is gods, alles is scheef. Behalve Le Parc de Saint-Groc à mes frangins. En wat er vooral echt gek aan is, is de oppervlakte. Want ik weet hoe dicht bevolkt Doornik is. Ik weet hoeveel fabrieken er in Doornik staan. Ik weet hoeveel winkels, hoeveel mensen, hoeveel huizen, rij op rij staan. Te verrotten, te verzieken. Maar dan hier zo'n oppervlak. Als je 360 draait, dan zie je geen huis, geen osso, niks gebouwd.
Kijk, je ziet daar in de verte ook die wouden, die bossen. Je bent echt in een Ardeens landschap, broer. En bro, ik dacht even dat ik slecht vertaald had van... Oké, misschien is de rok ook een synoniem voor een soort... Zoals dit bouwvallige stuk hout. Maar nee, broer. Ik heb in mijn ooghoek rechts... Maar ik spoil nog niet. Kijk, de honden vinden het zalig, vertoeven het lange gras. Pas op van de teken ook, jullie honden. Kijk, oh wauw. Je ziet daar de spits van de kerk. Ik ben verliefd. Sjerk. In mijn ooghoek zag ik iets ziek. Iets sick. Ik zag 5 rotsen, broer. Ja, dat vraag je om. Wauw. En kijk hier, het torentje. Mie man. Mie mooi. Oh la la, zouden ze zeggen op de kermis. Goh, joh. Again. Again and again and again. Het lijkt erop dat de banken hier meer sturdy zijn. En zou dit park ook soms echt volzet zijn? Ik heb hier nooit echt volk gezien. Daar ook de bergen, de terriels. Je hebt dit hier allemaal, G. Denk ik daar de 5 rotsen, maar dat is voor straks. Uithoek van het park blijkt niet de kerk te zijn. Blijkt een rijke fermette te zijn. En ik dacht al dat ik een muur, een wal zag. Dan heb je hier gewoon het kerkhof. En dat is heel erg vreemd. Dat is heel erg vreemd. Ik kan er niet betreden. Shhh, sapoes. J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Parce qu'il y a des serpents. Zit de slang in het zand, alsjeblieft. En hier een mooi uitzicht van de Waalse scenery. I'm gonna miss you, Wallonisi. Ik wil echt niet naar Vlaanderen verhuizen. Het mooie groene, het authentieke, het slordige, het nonchalante, het aardse, het organische. Dit is Wallonië, man. We hoeven niet allemaal in synchrone huizen te wonen. Allemaal dezelfde straten. Wijken die op elkaar gelijken. Elke wijk is anders. Elke wijk is uniek. En dat bewijst Wallonië hier. Zet niet overal van die windmolens die typisch zijn. Wat zie je hier typisch? Elektriciteitspalen, windmolen, maar al de rest is abrupt. Is anders, abstract. And me like it a lot. Et ils sont là, les 5 rochers, les 5 rocs, de 5 rotsen. Deze 2 platte trapeziusvormige rotsen zijn niet veel belovend. Niet veel soeps. Zou ik eerder opteren voor de laurier of de olijfboom ernaast. Dan deze schans. Ideaal voor een catalytic oefening te doen, of hoe spreek je het uit? Of een ramp voor te skaten. Dan deze, wow. Deze is echt abrupt. Deze is echt, je zou zeggen, met de hand gekneed. Ik noem het de gebalde vuist. Dan achter mij hebben we menhir. Menhir. Ewa. Noem me Obelix. Paratorix. Of niks. Bredas. We zijn in het land van de Galliërs. De Galliërs, de Belgen dan nog, de dapperste van de Galliërs, Azebi. Julius Caesar hemzelf was er bang van. Hij scheet ervan in zijn broek. En waarom? Omdat Obelix in de toverdrank is gevallen als hij klein was. En die droeg die menheer met 1 hand. Die gooide hemzelf tot in Rome. Zieke man, zieke man. Dank u wel, uw derde, voor dit mooie cartoonverhaal. We gaan het tekenrisico tegenaan. Ik ben heel op mijn hoede voor teken. En dan zag ik plots een Bambi spartelen uit het bos. Ik was jammer genoeg naar mijn vriendin aan het bellen, dus ik kon het niet vastleggen op camera. Maar ik was echt... De Bambi, het was een babytje, die ging die kant op. Maar het gras staat echt hoog, mijn man. Daar staat mijn waggie. Veilig. Maar ik wil echt uit dit gras. Met mijn kousen van Thailand, die zijn echt niet te vertrouwen. Ginger. Ginger, we made it. We made it. En in de verte de kerk van Antoine. I'm sorry. Woe. Het kasteel van Anvin. Het kasteel waar Les Tuches wordt opgenomen. Les Tuches en Grande-Bretagne. Saal! Daarom hebben ze deze hoogte de laatste kiosk gezet. Prachtig.